Vandaag gaan wij iets nieuw leren van breuken. Het is niet zo gemakkelijk, dus het is belangrijk dat je goed oplet. En als je het niet snapt, niet panikeren, bekijk het filmpje nog eens, want ik hoop dat je superhard je best gaat doen. Als je het dan natuurlijk nog niet snapt, dan is dat echt niet erg. En dan heb ik heel graag dat je ofwel een berichtje stuurt naar mij, ofwel op jouw taakdocument iets typt, want ik kreeg daar een melding van. Ofwel dat je belt naar mij en dat je direct zegt van juffrouw, ik snap het niet en dan kan ik jou helpen. Goed? Eerst gaan we starten met een paar dingetjes te herhalen. Dit, dat kan je zeker wel. Hè? Hoe kan ik daar nu de breuk van opzetten? Wel, we hebben altijd geleerd dat we onderaan het totaal aantal delen schrijven. Dus dat zijn er hier 4. Ik heb 4 delen. Vroeger was er altijd maar eentje gekleurd. Maar vanaf net voor Pasen hebben we gezien dat ze soms ook meerdere gekleurd kunnen zijn. Van boven schrijf ik hoeveel van die totale delen er gekleurd zijn. Hier zijn dan 2 delen van de 4 zijn gekleurd. 2/4. Nee, dat is niet zo moeilijk. We doen nog eens hetzelfde. Ik denk na. Ik tel het aantal delen in totaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er zijn 8 delen in totaal. Hoeveel van die delen zijn gekleurd? 3 van die delen zijn gekleurd. 3/8 is gekleurd. Dus dat is mijn breuk. Dat is niet zo moeilijk. Zolang dat je onthoudt wat bovenaan staat, is wat gekleurd aangeduid is. Onderaan staat altijd het totaalverdeling. Hier hebben we het er nog eens bij geschreven. Hoeveel delen in totaal, hoeveel delen zijn er aangeduid. Jullie kunnen dat niet zo goed zien. Kijk, ik ga het zo eens tonen. Dan zie je goed de verdeling. Onderaan vraag ik in hoeveel kippen hebben een keukentje, schrijf een breuk. Dan moet je je breukstreep zetten. En kijk, hoeveel kippen zijn er in totaal? 7. Hoeveel daarvan hebben een keukentje? 2. Dat is 2/7. Dat is niet zo moeilijk. Hè? Ik ga de tekening tonen van de volgende. Ik ga de vraag lezen en jullie moeten een keer proberen in je hoofd de breuk te zeggen. Misschien heb je wel een klapblaadje waarop je kan schrijven. Dat kan ook. Op hoeveel bloemen zit een vlinder? Zeg het al een keer in een breuk. Ik zal de oplossing zeggen, namelijk 4/5. Want er zijn 5 bloemen in totaal, schrijf ik onderaan. Op 4 van die bloemen zit een vlindertje, dat schrijf ik bovenaan. Ik heb 4/5. Goed. Wat wij vandaag gaan leren is eigenlijk een beetje moeilijk. Wij gaan leren hoe wij een breuk van een hoeveelheid kunnen. Dat wil zeggen, stel dat ik... Gaan we even een ander kleurtje doen. 1, 2, kunnen jullie dat zien? Een beetje. En een ander kleur nog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 bonnen. Goed. Ik heb 8 bonnen in totaal. En ik wil weten hoeveel 2/4 van 8 is. Vroeger deden we dat altijd met 1/4. Stel, ik wil weten hoeveel dat 1/4 is. Wat doe ik dan? Ik verdeel die 8 in 4 groepjes. Gaan we een keer doen. Ik verdeel dat in 4 gelijke groepen. Zo. Dan heb ik 4 gelijke groepen. Want in elke groep zit er evenveel. Nu is mijn vraag.
wil nemen, dan zou ik één van die 8 groepen omkrijgen. Maar ik wil niet 1/4, ik wil 2/4. Dan moet ik niet 1, maar 2 groepen omkringen. Dus ik heb 1, 2 groepen omkringen. En dan moet ik gewoon tellen. 2/4 van 8, daarin zit samen 4. Zitten daar samen 4 bolletjes in. 2 groepen zijn 4 bolletjes. 2/4 van 8 is 4. Ga dan nog een keer. Wacht, we gaan een keer wat meer bollen tekenen. Tellen jullie mee? 4, 8, 10. Goed. Ik wil 3/4 van 12. Oké. Okay. Wat ga ik altijd doen? Dat is mijn pijl zetten van onder naar boven. In zoveel groepen moet ik het verdelen. In 4 gelijke groepen. Ik ga dat een keer doen. 12 verdelen in 4 gelijke groepen. Ja. Zo. 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 Dat zijn 4 gelijke groepen, want in elke groep zit er evenveel. En nu moet ik 3 van die groepen aanduiden. Dus 1 groep. 2e groep. 3e groep. Dat is 3/4 van 12. En hoeveel zitten daar samen in? 9 bolletjes. Dus 3/4 van 12 is 9. Ik doe dat nog eens. Totdat ik snap. Oké, we gaan een keer kijken. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. Ik wil 3/4 van 10. Oké. Wat ga ik eerst doen? Een pijl zetten. In zoveel groepen ga ik het verdelen. In 5 gelijke groepen. Verdelen in 5 gelijke groepen. Het moeten gelijke groepen zijn. Je moet evenveel in elke groep zitten. 4 van die groepen moet ik aanduiden. 1, 2, 3, 4. Hoeveel zitten daar samen in? 8. 4/5 van 10 is 8. Nog eentje. Misschien snap je het al, misschien nog niet. Maar kijk toch nog maar een keer mee. We gaan een keer het wielbolletje zetten. 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10. Gelijke groepen. Wat? Dat zijn 6 gelijke groepen, want in elke groep zit er evenveel. Dan ga ik 3 van die groepen opkrijgen. 1, 2, 3. Samen zit daar 9 in. 3/6 van 18 is 9. Voilà. Ik hoop dat je het al een klein beetje snapt. Maar ik ga nog een keer een schemaatje opschrijven. En het staat eigenlijk bovenaan op je werkblaadje. Je moet maar 1 blaadje maken voor die les. Dus je moet niet zoveel maken, maar ik wil wel dat je goed nadenkt. Hier bovenaan staat het nog een keer uitgelegd. Je ziet dus, ik wil 3/4 van 8. Verdeel die 8 bollen in 4 gelijke groepen. En omkring er 3, dat is 6 samen. Dus je moet
een pijl zetten van onderen in hoeveel groepen dat je het verdeelt. Je verdeelt het in groepen, je omkringt de groepen die ik nodig heb en je vult in. Goed, het is maar één blaadje. Deze les is voor volgende week om te herhalen. Goed, dus één blaadje maken en je bent klaar. Veel succes!